Hallo allemaal. Over het laatst vroegen we jullie op Instagram welk profiel jullie graag nog eens zouden zien. En iedereen zei, slijm, please, maak slijm. Wel, we gaan dat vandaag gewoon doen. Maar gewoon slijm, hè, dat kennen we al, met glittertjes, met kleurtjes. Allemaal heel leuk, maar wij gaan next level. Wij maken voor jullie vandaag glow in the dark slijm. Oké, goed. Wat hebben we allemaal nodig? Natriumbicarbonaat, dat is eigenlijk gewoon bakpoeder. Hè. Lenzenvloeistof, lijm. Dat kan doorzichtige lijm zijn. Wij gebruiken witte lijm. Glow in the dark verf, zeer belangrijk. Een beetje water. En een beetje een afweegdingetje. Afweegdingetje, misschien een maatbeker, hè? Ja, inderdaad. Een afweegdingetje. Also known as maatbeker. Natuurlijk ook een lepel om dan onze slijm te kunnen roeren in het begin. En dat ding al zo met onze hand te roeren, hè. Goed. First things first, lijm. We gaan een klein slijmpje maken. Dus ik doe er 100 ml lijm in. En nu doen we er ook nog een beetje water bij. Dat mag minder zijn dan de hoeveelheid lijm. Oké, nu ga ik al een klein beetje roeren. En nadien mag de glow in the dark verf er ook al bij. Nu komen de belangrijkste twee ingrediënten. Natriumbicarbonaat en lenzenvloeistof. Lijm bestaat uit polymeren. En die twee gaan ervoor zorgen dat die polymeren nog meer aan elkaar gebonden geraken. En dat het een hele goede slijm wordt. We pakken eerst onze natriumbicarbonaat en we gaan een paar kleine scheutjes erin doen. Zo. En dan gaan we roeren. Begint al te komen, hè. En nu onze lensvloeistof. Het lukt niet zomaar met elke lensvloeistof. Het is belangrijk dat de lensvloeistof is met natriumboraat in. Ik ben zo blij dat deze werkt. We maken slijm. Oh ja, Robin heeft dat ook al eens geprobeerd. Maar Robin is het eigenlijk niet gelukt. Slijm lukt niet zo goed. Als het dus niet meer aan de zijkanten plakt, dan heb je dus slijm, hè? We hebben slijm gemaakt. Deze is het. Blijf ik kneden tot als het niet meer aan je vingers plakt natuurlijk, hè, zodat je echt wel een goede slijm hebt, hè. Oh my god. Goed. Heel belangrijk is nu wel dat je dat dus nu in het daglicht zet, zodat die slijm eigenlijk kan opladen. Hè. Want dat is glow in the dark verf, dat moet natuurlijk opgeladen worden met licht. Oh cool. Check deze. Kom, we gaan hem buiten zetten. Glow in the dark, hè? Oké, dit is hem dus, hè? Kijk. Dat maakt het. Oké, nu gaan we dus ook testen of dat hij wel effectief glow in the dark is, hè? Daarvoor moeten we natuurlijk wel, ja, in dark gaan staan. Dus ik ga je even meenemen naar het donkerste plekje bij ons in Technopolis. Kom maar mee. En dan gaan we gewoon hier zitten, wel lachen. En dan gaan we zien of dat hij echt wel glowt in the dark, hè? Oké. Ik vind het echt fantastisch. Ik zou zeggen, probeer het zelf thuis ook eens uit om zo'n glow in the dark slijm te maken. Het is echt super cool. Ciao, tot de volgende. Is kei chic, hè? Zie. Zoveel liefde. Liefde.